super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel al hebt kunnen zien, heb ik een Action Shoplog voor jullie. Ik ben een paar weken geleden naar de Action geweest en ik had eigenlijk een cadeautje nodig en heb nog wat meer items gekocht. Die ik graag even met jullie wil delen. En omdat ik het altijd leuk vind om een Action Shoplog voor jullie op te nemen, dacht ik, waarom nu ook gewoon niet? Het is dus niet dat ik deze spullen afgelopen week heb gekocht. Ik heb ze echt nog gekocht voordat de strengere maatregelen rondom corona kwamen. Dus dat wilde ik toch er even bij vermelden. Ben jij benieuwd welke spulletjes ik dit keer bij de Action heb gekocht? Zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Zoals altijd zal ik de prijzen van de producten in beeld neerzetten, zodat je het makkelijk kunt terugvinden en ik niet hoef te zoeken op een bonnetje. Ik begin even met het allereerste item. Aangezien ik nog steeds bezig ben met dingen vervangen waar een herinnering aan zit, viel ook een toiletbakje. Dit is gewoon zo'n emmertje. Het is een pedaaltje, dus je zit gewoon zo'n pedaal aan en dan gaat hij open. Ik heb een mat zwarte gekozen. Je had verschillende kleuren, maar ik vond zwart heel erg mooi. Het handige is dat hier ook aan de binnenkant een los emmertje in zit. Die je er dus uit kunt halen, waardoor je hem dus heel makkelijk kunt schoonmaken. Ik ben zelf iemand, ik stop hier altijd een plastic zakje in en zodra die vol is, dan knoop ik het bij elkaar en gooi ik dat weg. Maar mocht je het gewoon fijn vinden om los in je emmertje te doen, hoeft dat dus niet. En kun je hem dus heel makkelijk legen en dus ook schoonmaken. Dan even terug doen. Wat ik wel een beetje jammer vind, is dat hier gelijk weer zo'n sticker op zit. Dus hoe ga je dit netjes kunnen verwijderen zonder dat je weer van die lelijke resten krijgt. Daar ben ik nog eventjes naar aan het kijken. Er komt 3 liter in, dus op zich is het een vrij, ja, ik denk een normaal exemplaar. Volgens mij is het meestal 3 liter, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik leek mij wel een normale formaat en ik vond deze gewoon heel tof. Dus ik dacht even een nieuwe. Dan er gelijk eventjes een van de cadeaus, dat is deze. Dit is een garderobebal. Of garderobebal, een gardenbal. Dit is gewoon decoratie. Die kun je gewoon aan je schutting hangen of aan je muur. Degene waar ik de verjaardag van heb, die wilde eigenlijk heel graag dingetjes voor in de tuin hebben. In de Action waar ik was, hadden ze nog niet zo heel veel tuinspullen. Maar deze was er sowieso. Dat is wel leuk. Sorry voor het achtergrondgeluid. De katten hier die vinden dit tas van de Action heel erg leuk om mee te clearen. Dus die vond ik wel heel erg leuk. Dit hangt een beetje los. Ik denk dat dit met de wind een beetje gaat waaien. Dus hartstikke leuk. Dus zo garden ball. Even aan de kant muis. En wat ik ook heb gekocht voor de verjaardag is een insectenhotel. Dat kun je ook aan je muur hangen. De prijs daar, als jullie in beeld zien, het was de prijs die hij kostte omdat, op het moment dat hij in de aanbieding was. Dus ik weet niet wat hij normaal kost. Dit is dus nog de aanbiedingsprijs. Dit kun je gewoon in je tuin ophangen. Ik denk dat hier insecten op afkomen. Ik weet het eigenlijk helemaal niet hoe dit werkt. Maar daar krijg ik vast nog uitleg over als ik het geef. Want ik weet zelf helemaal niet zo goed wat het inhoudt. Maar ja, mijn vader zei, dat is wel leuk. Dus dat heb ik maar gekocht. Dus ik denk gewoon dat hier insecten op afkomen. Ik zie vlindertjes, ik zie beheersbeentjes. Dus nou ja, dat dus. Kun je zien gelijk hoe ik niet tuingerelateerd ben. Dan heb ik eventjes kledinghangers gekocht. Die gaan bij mij altijd super hard. En ik had er weer een paar die waren kapot geknapt. Dus ik dacht, nou, ik ben nu bij de Action. Laat ik gewoon weer even een setje meenemen. Het zijn gewoon 10 kledinghangers. Ik koop eigenlijk altijd deze. Het zijn gewoon basic zwarte kledinghangers. Maar die zijn ook lekker plat. Waardoor je kleding vrij dicht naar elkaar toe kan. Waardoor je dus lekker veel kwijt kan. Dus eigenlijk gewoon heel basic en niet heel interessant. Maar wel handig. Dan heb ik strijkwater gekocht. En als ik strijk vind ik het altijd wel lekker om dit in mijn strijkbouw te doen. Die van mij die was bijna op en die kan ook niet meer dicht. Er zat een soort los dopje op en dit is gewoon veel handiger. Dus elke keer als ik nu mijn kastje opentrek dan valt die eruit. Ik weet eigenlijk niet hoe deze ruikt. Die andere rook heel lekker. Ik weet niet of ik hem kan ruiken. Wacht. Oh, hij is heel lekker. Oh, hij doet mij een beetje denken. Ik heb een geurtje van de Action. Het is Applelicious. Daar ruikt het een beetje naar. Het is een heel fris geurtje. Je kunt dit gewoon in je strijkbouw doen. Er hoeft verder geen water bij. Dus dan is het, je moet het rechtstreeks in je waterreservoir van je strijkijzer gieten. Niet verdunnen. En
Ja, dan gaat eigenlijk gewoon je was gewoon heel erg lekker ruiken. Nog lekkerder ruiken als je het gaat strijken. Want vaak komt er een beetje een naar luchtje aan, vind ik. Maar gewoon eventjes strijkwater. Omdat ik dat fijn vind. Ja. Dan heb ik wax gekocht. Ik heb zo'n dingetje. Dat staat hier bovenop. Die heb ik ook. Wacht, ik ga eventjes iets beter laten zien. Ik heb zo'n dingetje. En daar kun je dus wax in doen. En met een vaccine lig je er bovenop. En dan gaat het heel lekker ruiken. Deze ruikt ook wel heel erg lekker. Dit is Morning Dew. Ze hadden niet heel veel verschillende meer. Misschien omdat dit nu weer een beetje meer tot de winter behoort. Dat het weer wat minder wordt. Maar ik dacht, nou, gewoon eventjes zo'n wax dingetje. Gewoon eventjes fijn om in huis te hebben. Zodat ik, ja, mocht het nog een keer nodig zijn, wat gezelligheid, een kaarsje kan branden. Dat had ik al bedacht. Zie je, die bemoeit zich er ook weer even gezellig mee. Dan heb ik olie. Even kijken hoor. Er staat hier ook een duidelijke naam op. Chantal olie gekocht. Dat is deze. Ook dit kun je normaal gebruiken. Dus voor in dat dingetje waar je die wax in kunt doen. Alleen ik heb het voor een ander doel gekocht. Het zijn 8 flesjes van 10 milliliter. En er zitten allemaal verschillende geurtjes in. Ik zie aardbeien. Ja, van allerlei geurtjes. Ik kan het niet eens helemaal goed zien. Maar die heb ik gekocht. En ik zal je gelijk even zien waarom ik deze heb gekocht. Want anders begrijp je er waarschijnlijk niks van. Ik heb namelijk een aroma diffuser gekocht. En ik zag deze staan op de website en het zag er heel erg leuk uit. Het is dus een diffuser en daar kun je dus olie in doen. En dan gaat het heel erg lekker ruiken. En ik ben wel heel erg van de lekkere geurtjes. Deze geeft ook nog verschillende kleuren af. Dus hier op de achterkant zie je eventjes een kleurtje. Maar hij gaat dus paars, roze, blauw, groen. Nou ja, allerlei kleurtjes. Er moeten 2 AAA batterijtjes in. Die zitten niet erbij. Die zitten er niet bij. Hij is heel stil en ja, hij hoeft geen water bij. En hij verkleurt in 8 kleurtjes. En ja, dit is een olie diffuser. Er zitten wel 2 essential olies bij, maar dat vond ik best wel weinig. Dus vandaar dat ik deze essential olie heb gekocht. Ik weet niet of dit hier eigenlijk wel bij past. Ze hadden niks anders staan. Maar ik denk, ja, olie is olie. Dus ik ga het gewoon proberen. En ja, dit leek me gewoon heel erg leuk om en lekker om in huis te hebben. Dus eventjes gewoon zo eentje. Mocht je benieuwd zijn hoe dit er nou uitziet, ik laat het in de vlog ook regelmatig zien. Dus als je mijn vlogs volgt, dan zul je hier nog meer over gaan zien. Dan heb ik eigenlijk nog een heel erg basic item. En dat is eventjes, ga eens even scherp stellen, shampoo, baby shampoo. Ik was hier altijd mijn kwasten mee. En mijn make-up kwasten. En ja, baby shampoo is bij de Action gewoon hartstikke goedkoop. Dit werkt ook het beste voor je kwasten. Want dit is niet agressief of zo. Dus je kwasten blijven hier heel mooi bij van. En die van mij was bijna op. Dus ik dacht, nou, die neem ik weer eventjes mee. Dan heb ik er weer eentje staan. Je zit een beetje in de weg dicht. Dan heb ik kwastjes gekocht. Dat zijn deze. Het zijn professioneel brusjes. Er zijn 6 kwastjes. En ik heb deze eigenlijk gekocht om mee te waterverven. Weet ik helemaal niet of dat dit wel kan. Het is iets wat ik moet gaan proberen. Ik had een tijd geleden had ik kwastjes gekocht bij de Action. Maar die zijn toch niet meer. Ik heb ze al een paar keer gebruikt. En ze zijn heel fijn in gebruik. Maar toch omdat ze van plastic zijn, ze laten een beetje los. Het is niet helemaal je van het. Eigenlijk zijn dit acrylpaint en oliepaint kwasten. Nou ja, we gaan het gewoon proberen of het ook op waterverf lukt. Ze waren niet zo heel erg duur, dus ik zal er niet aan gekocht zijn mocht het niet werken. Maar vind maar eens goede kwastjes om mee te waterverven. Want die kwastjes die vaak bij waterverf zitten, die vind ik ook helemaal niks. Dus ja, ik ga dit gewoon proberen om te waterverven. Dan heb ik een stok. En je zult denken, wat moet je met een stok? Nou, daar hoort iets bij. Er hoort namelijk deze trekker bij. Er is dus de bedoeling, die kun je er dus zo in doen. En dat moet je dan even zo boren. En volgens mij moet hij dus wel zo in. Maar je moet dit dus los van elkaar kopen. Het is niet 1 set. Maar dat is dus even de stok die hierbij hoort. Even zo interessant.
Maar deze heb ik gekocht omdat ik de laatste had ik een beetje overstroming in mijn douche. En toen miste ik eigenlijk heel erg een vloerwisser. En toen dacht ik, als ik bij de extra kom, moet ik dat echt even halen. Dus als er dan water wegloopt, dan kan ik het gewoon even terugschuiven met dit handige ding. Dus dat leek me gewoon handig. En daar moest dus een stok bij. Dus eigenlijk heel basic, gewoon zo'n vloerwisser. Heel basic items, scheermesjes neem ik eigenlijk altijd even mee als ik bij de Action ben. Die gaan er ook altijd hard doorheen. En ik denk, nou, het is natuurlijk helemaal niet erg om daar een voorraadje van te hebben. Het zijn gewoon die dames scheermesjes die basic, die bijna niks kosten en gewoon nodig zijn in het leven, vind ik. Even kijken, wat hebben we nog meer? Uiteraard was ik ook op de make-up afdeling en daar heb ik 3 palettes gekocht die ik al een tijdje op mijn lijstje had staan. Die ik al een tijdje wilde hebben, maar eigenlijk elke keer niet meenam. Nu heb ik ze gekocht. Dat zijn deze palettes. Ze zien er alleen al super leuk uit. Hoe leuk is het ook al gewoon om een cadeau te geven? Het is een make-up palette met 16 oogschaduwtjes, 2 highlighters en een blushkleurtje. Dit is de 629 Sugar Pie. En het ziet er dus ook echt uit als een snoepje. Gewoon super leuk. Dit vind ik gewoon super leuk om weer te gaan testen voor mijn blog. Dus mocht je ook benieuwd zijn naar deze, bijvoorbeeld dit soort reviews. Het linkje van mijn blogkanaal staat, of mijn blogkanaal, mijn blog staat in de beschrijving. Dus daar kun je altijd eventjes een kijkje nemen. Ook verschijnen al mijn reviews op Instagram en op mijn Facebookpagina van mijn blog. Maar goed, dat is dus deze met hele leuke kleurtjes. Voordat ik te ver afdwaal. Dat is die. Dan heb ik hem ook in roze. En dit is de 628 Sweethearts. Eigenlijk precies dezelfde inhoud, maar net wat andere kleurtjes. En dan heb ik de blauwe. En dit is de 627 Shockaholic. Eerst wat meer dit soort kleurtjes. Ik denk dat het een beetje moeilijk zichtbaar is. Ik vind het een beetje lastig om het nu uit te pakken. Maar goed, dat zijn deze 3 palettes die ik dus heel graag al een tijdje wilde hebben. Dan heb ik even een haarmasker gekocht. En dit is een keratine haarmasker. Ik gebruik momenteel de haarmaskers van André Lon. Die zijn super duur. Dit haarmasker was volgens mij, nou ja, je hebt de prijs in beeld gezien. Volgens mij was die 2 euro, als ik het goed zeg. En deze is voor gekleurd haar. En ja, ik dacht, waarom probeer ik dit niet gewoon? Er zit 300 ml in. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe dat ruikt. Ruikt heel lekker. Dus hij ruikt heel erg lekker, moet ik zeggen. Maar ja, ik vind het toch wel een verschilletje. 7 euro of drug wat je bij de Action betaalt. Helemaal omdat het nu in deze tijd heel erg moeilijk is om bij een drogist bijvoorbeeld te komen. Dacht ik toen ik bij de Action was, laat ik gewoon even hier zo'n haarmasker meenemen. En gewoon eens kijken of het bevalt. Mocht dit dan gewoon een heel goed masker zijn, kan ik altijd als ik weer een keer bij de Action kom gewoon een voorraadje inslaan. Want voor dat kleine bedrag wat je betaalt, ja, als ik het vergelijk met het haarmasker wat ik nu heb, die 7 euro kost. En deze bijvoorbeeld 2 euro. Je zou bijvoorbeeld 3 potten kunnen halen voor bijna hetzelfde bedrag als wat ik nu betaal voor 1 pot. Dus dat is gewoon dit haarmasker. Maar daar hoor je vast in een vlog nog wel even over wat ik daarvan vond. Ik ben er in ieder geval heel benieuwd naar. Dan heb ik nog een fixing spray. Dat is deze. Dit is meer een doorzichtige. Hij is een beetje, ja, hij zit weer vast. Ik kan hem niet draaien. Het is een long-lasting and hydrating fixing spray. Ik heb al een aantal fixing sprays getest van de Action. Die vond ik echt super fijn. En toen zag ik deze nieuwe variant. En ik dacht, nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, valt verder niet heel veel over te vertellen. Behalve dat deze transparant is. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar deze fixing spray. Van alle make-up producten kun je reviews verwachten trouwens op mijn blog. Dus even handig om te vermelden. Is gewoon van Max & More, maar ik ben gewoon heel erg benieuwd naar deze fixing spray. Dus dat is eigenlijk het verhaal. Wat ik ook haalde, dat is ook van Soft Touch. Dit is een travel size mini razor. Nou ben ik zelf niet iemand die ruist, maar ik vind die kleine scheermesjes wel super handig. Zit ook in een opberg boxje. Heel erg handig natuurlijk voor de vakantieperiodes. Wat nu allemaal super onzeker is, omdat we op vakantie kunnen. Maar goed, ik zag dit staan en ik dacht, ja, hoe handig is dit? Ik heb er zelf eentje van Venus. Die heb ik
jaren geleden is gekocht. Die vond ik heel fijn. Die zat ook in zo'n soort opbergbox. En eigenlijk is het een soort dupe daarvan. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of dat deze ook fijn is. Ik weet alleen niet of je er ook andere mesjes voor kunt kopen. Dus ik ga ervan uit dat je dit gewoon één keer tijdens je vakantieperiode kunt gebruiken. En daarna niet meer kunt hervullen. Omdat ik dus niet weet of er dus kleine mesjes bij zijn. Maar ik ben wel heel erg benieuwd ook naar dit kleine setje. Er zitten zes mesjes op. Of zes steel blades op. Heeft een comfortabele grip. En een lubricating strip. Dus eigenlijk ook een soort verzorgingsstrip. Dus ja, gewoon fijn om gewoon dit even te testen. Dan heb ik nog een aquarel setje. Dat is deze. En eigenlijk is het gewoon een watercolor set. Er staat een hele mooie leeuw ook achterop. Ik wil eigenlijk wel ook nog een nieuw waterverf setje hebben. Want ik heb nu een hele oude. Die heb ik al super lang. En ik dacht, ja, die was niet meer al te best. Maar waterverf vind ik een beetje moeilijk te krijgen. Toen kwam ik dit setje tegen. Er zitten 18 kleurtjes in en een penseeltje. Maar daar kan ik dus mooi die nieuwe penseeltjes bij gebruiken. Ja, de pens zijn niet super groot. Maar ik denk dat je er best wel wat, ja... Er zitten wel hele mooie kleurtjes in. Ik denk dat je er best wel, als het gewoon goede kwaliteit is. Ja, goede kwaliteit, dat kun je verwachten voor de lage prijs. Maar als het gewoon een beetje pigment heeft, dat je er best wel hele mooie dingen mee kunt schilderen. Dus ik ben hier ook heel erg benieuwd naar. Maar dat zal ik ook in de vlog wel laten zien wat ik daarvan vind. Want daar kun je ook zien dat ik dit soort dingen bijvoorbeeld gebruik. Even kijken hoor, wat hebben we dan nog meer in de aanbieding? Oh ja, dan heb ik nog drie setjes met watercolor paints. En dat zijn deze. Ze hadden nu allemaal nieuwe kleurtjes. Ik heb allereerst deze. Ik had hier al eentje van. En ik had er nu dus een paar bij gehaald. Deze kun je activeren met water. En dan heb je dus eigenlijk metallic waterverf. Dus dat is deze. Perfect voor calligrafie, blush lettering, illustraties en meer. Breng met een kwast water aan om de verf te activeren. Dus ik vond dat er heel erg leuk uitzien en ik vond het leuk dat de sneeuwkleurtjes hadden. Dus ik heb ook eentje met wat meer gouden kleuren. Dat is die. En de laatste, dat is deze. Die heeft wat lichtere kleurtjes. Ik ben hier heel erg benieuwd naar of dat dit wat gaat zijn. En de bot hebben we hier in de aanbieding. We zijn er bijna doorheen. Ja, eigenlijk alleen nog make-upjes. Die zal ik er even uitvissen. Oh nee, wacht even hoor. Oh. Ik heb nog metallic brushpens gekocht. Ik ben heel erg fan van brushpens. Ik gebruik ze ook heel veel om te schrijven. En ik vond deze metallic variant er heel erg leuk uitzien. Ik dacht misschien werkt dit wel. Het leek me heel erg leuk. Dus die heb ik eventjes ook gekocht. Gewoon heel erg benieuwd naar het zijn. Er zitten 2 mm tips op. Het zijn penseelstiften met 8 kleurtjes. Dus nou, het zag er leuk uit. Ik ga het gewoon ook eens testen. Dan heb ik van Go Matte een mono oogschaduw. Dat is de 234 Moonstone. Het is een beetje een roze kleurtje. Ik vond hem heel erg leuk. Dit is een merk wat ze sinds kort bij de Action hebben. En ze hebben echt hele leuke dingetjes hiervan. Dus ik was hier wel heel erg benieuwd naar of dat dit leuk zou zijn. Ik vond het kleurtje leuk uitzien. En soms is het gewoon leuk om dit te combineren met andere kleurtjes. Dus dat is deze. Ook heb ik van de Go Matte lijn een mattifying powder. Ik ben dol op mattifying powders. En vooral met zo'n witte kleur. Want die zijn transparant. Het heeft ook 155 Transilent. En die zag ik al voorbij komen bij de nieuwste producten. En ik dacht, goh, dat vind ik wel heel erg leuk uitzien. Dus die ben ik wel heel erg benieuwd naar om deze te gaan testen. En ja, het zou gewoon leuk zijn als het ook gewoon heel erg fijn is. Want dit kost gewoon een stuk minder als de poeders van de low budget merken. Die al niet zo heel erg duur zijn. Maar deze was nog even een stukje goedkoper. Wacht even hoor. Er ontbreekt iets. Zie ik? Of niet? Oh nee, de kat zit erop. Dan heb ik nog wat lipsticks. Ik heb hier van XOXO. Dit is Makeup for Rebels. Heb ik 2 lipsticks. Dat zijn deze. Ik heb 2 kleurtjes. Allereerst heb ik hier de 330 Desire. Dit is een rood kleurtje. Ja, dat verwacht je ook van mij. Ik hou van rood. Ze hebben een shiny finish. Er zit wel vitamine E in.
En ja, ik ben hier gewoon heel erg benieuwd naar. Het ziet er leuk uit. Ja, ik ben heel benieuwd of dat deze kleur een beetje mooi is. Ik vind hem hier zo er mooi uitzien. Maar ik zal natuurlijk even afwachten hoe het op je lippen eruit ziet. Maar het leek mij een leuk kleurtje. En ik heb ook de 331 Maroon. Dat is een beetje een wat donkere kleurtje. Maar hier ben ik ook wel heel benieuwd naar. Zoals ik al zei, je kunt bij de Action... Dat heb ik nog niet gezegd. Bij de Action kun je geen swatches maken. Dus het is altijd wel een beetje een gok van... Vind je een kleurtje echt mooi en hoe pakt het uit? Maar ik vond het wel leuk uitzien. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of dat deze kleuren bij mij passen. Dan heb ik een lipstick van Rimmel. En dit is de Only One lipstick. Ik heb hem in de kleur 620. Call Me Crazy. Rood. Uiteraard. Maar ik zag nu, ze hebben nu bij de Action hebben ze ook wat merken of wat producten van wat duurdere merken die hun heel goedkoop verkopen. Je ziet ook dat de verpakkingen heel anders zijn. Want als je deze bij een drogist koopt, zitten ze niet eens in de verpakking. Maar deze zijn zoveel goedkoper. Dit is vanuit de Only One. Ik weet niet of deze lipsticks dan ook nog wel echt in het vaste assortiment zitten. Bijvoorbeeld van Rimmel. Maar ja, voor die... 1,72 of zo wilde ik dit wel heel erg graag proberen. Vond ik dit er heel erg leuk uitzien. Het kan zijn dat dit al wat oudere collecties zijn. Maar ja, weet je, voor het kleine bedrag wilde ik dit gewoon eens testen. En dan ben ik toe aan het allerlaatste product. En dat is van Max & More. Dat is de 2 Tattoo Brow in de kleur 203 Blond. Dit is een Eyebrow Peel Off Gel. Dat is deze. Je moet je wenkbrauwen even schoonmaken en dan breng je de gel aan. Dan moet je 20 minuten laten zitten en dan trek je het eraf. En dan heb je dus als het goed is gekleurde wenkbrauwen. Before and after staat erop. Ik weet niet of dit gaat werken. Ze hadden alleen een blonde kleur. Nou, ik ben natuurlijk ook wel blond. Maar mijn wenkbrauwen zijn al vrij donker. Dus ik weet niet of de kleur helemaal bij mij aansluit. Maar dat ga ik gewoon eventjes testen. Ik vond het er in ieder geval wel leuk uitzien. Ik was hier wel benieuwd naar. Dus ik dacht, ach, die neem ik ook even mee. Dan heb ik weer wat dingetjes om te testen. Dus dat eigenlijk. Dan waren dit alle spulletjes die ik deze keer bij de Action heb gekocht. Ik ben weer super blij met mijn aankoopjes. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vindt wat ik dit keer bij de Action heb gescoord. Laat het me zeker even weten. Misschien heb je zelf ook wel eens een van deze producten geprobeerd. Of ja, ben ik wel benieuwd wat jij ervan vindt. Of denk je van nou, ik ben hier zelf ook wel benieuwd naar. Laat het gewoon zeker eventjes weten. Ik vind in ieder geval weer dat ik goed geslaagd ben. Dus ik ben er weer heel erg blij mee. Dit was dan ook gelijk de shoplog. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Dan kun je daarna ook gelijk het belletje aandrukken. Want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En hoef je niks te missen. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!